De bond van het Slans Hospitaal is nog steeds in actie, bevestigt bondsvoorzitter Imro Edam tegenover onze redactie. De acties begonnen gisteren na het uitblijven van de storting van de prestatietoelage over het jaar 2023. Gekozen is om dispensatie te verlenen aan de afdelingen verloskamer, kinderafdeling, keukenafdeling en andere belangrijke departementen. Edam zegt dat de bewindsman van het desbetreffende ministerie wel contact heeft opgenomen en heeft aangegeven dat de opdrachten voor stortingen reeds zijn gegeven. Echter staan de overmakingen nog niet op de rekeningen van de leden. Op basis daarvan is het vorige week een LV gehouden, waar de bond op opdracht had gehad om uiterlijk dinsdag positieve resultaat te halen. Dat is niet gelukt, waardoor men gisteren unaniem heeft besloten om in actie te gaan. Ik heb wel hier en daar appjes van de minister gisteren mogen ontvangen alsof de opdracht al gegeven is naar de bank toe. Maar tot nu toe hebben we niks gezien. En de omstandigheden zijn niet veranderd. De mensen van Slans Hospitaal zijn in actie. Ook het personeel van het Marwina ziekenhuis in Marrewijnen overweegt in actie te gaan, aangezien ook zij de prestatietoelage over de maand maart nog niet hebben ontvangen. Volgens Edam is er nog geen definitief besluit over het wel of niet voeren van acties. Marrewijnen, waar ik leiding geef, zijn we nog bezig met de mensen te vergaderen. In de zin tot een besluit daar te komen. Ik denk niet dat het zal van verschillen vergeleken met de overige, omdat wanneer we kijken richting Marwina, hebben ze daar te kampen met zeker twee punten, namelijk de overbruggingstoelage hebben ze nog niet ontvangen en die prestatietoelage hebben ze ook maatsoorten moeten ontvangen, hebben ze dat niet mogen ontvangen. Okay. Of er andere bonden zijn die gaan ondersteunen, ik weet niet in welke term, maar althans waar ik leiding geef, zij worden individueel bezig. De acties bij het Slans Hospitaal gaan door totdat de gelden op de rekeningen staan van het zorgpersoneel.